Wat een rust op de zondagochtend. Nou, hallo allemaal. Welkom spring. Nou, met het noodweer van deze week is het onvoorstelbaar hoe alles er zo goed uitgekomen is. Zelfs de rozen zijn er niet afgegaan. En onze bomen. De Robinia pseudo-acacia frisia's. Die super goed kunnen tegen hitte kunnen, omdat ze uit het tropische regenwoud eigenlijk komen. Ja, die geven alweer lekker wat schaduw. Wat ik ook heel gaaf vind, dat was deze week nog op tv over mogelijk wat te veel van die bijenvolkeren en minder solitaire bijen. Nou, we hebben zoveel bijen en hommels weer met al die heerlijke bloementuintjes. Is de boomgaard. Je lekker onder de appelbomen een prachtig uitzicht hebt over de tuin. Hier heb ik nog een bloementuintje ingezaaid. En deze had ik al ingezaaid. Kijk eens wat een mooi uitzicht je hier hebt. Ik zal even het paadje ingaan. Hier, als je op het bankje zit, dan kun je lekker genieten. Heerlijk die hoge bomen nou al, na 25 jaar. Kijk eens de amberboom ook al. Het volgende bloementuintje. Op een iets minder gunstige plek gelegen, want die amberboom heeft hele donkere schaduw en laat weinig regen door. Oude knotwilligen. Hier had ik gisteren allemaal mooie bosgrond die ik gemaakt had, van veel bladeren jarenlang, opgestrooid. En hier hebben we de vijver. En de kikkers die springen er weer in. Er zitten prachtige groene kikkers in. En ook de papavers zijn weer open gegaan. Nou, dat vogeltje gaat even demonstreren dat daar de badderplek is. Nou, ik denk dat ik alleen even wat drinken. Daar gaan dus steeds de vogeltjes zitten badderen. Die lichte en rode boom daarachter, dat zijn de Noorse esdoorns. De Acer platanoides. En rechts is de Dremondii en de linkse de Rubrum natuurlijk.
Ja, die eend en die zwaan, die schilder ik elk jaar weer mooi wit. Nou, hier zitten dus die kastjes al helemaal vol met bijen. Die kun je openmaken. Hier heb ik afgelopen week nieuwe opgehangen. Dit is een leuke vouwdoos van de Hortus Botanicus in Leiden. En deze had ik bij de Albert Heijn gekocht. Nou, je ziet, zitten meteen al weer twee gaatjes vol. Een bamboe die er al 25 jaar staat. Niet een woekerende soort. Want dan had hij al lang een keer wat stenen van dit paadje opgelicht. Maar ja, als je zo'n grote tuin hebt, dan kun je ook makkelijk wat bamboe laten groeien. Hibiscus. En die prachtige alliums. Bollen. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar daar bij de vuurdoorn die in bloei staat, hoor je allemaal gezoem. Nou, hier vooraan ook weer zo'n bloementuin. De vergetenietjes zijn bijna uitgebloeid. Oh ja, ze even hier staan. Kijken of we die jonge vogeltjes kunnen horen die hierin zitten in de boom van Janneke. Zitten in dat kooitje daar. Dat is helemaal scheef, maar dat maakt ze niks uit. Nou, deze bloementuin is wel opgekomen. Ik denk dat er ook nog wel wat onkruid tussen zit. Dat is natuurlijk ook een hoop zaad van vorig jaar. Hosta's. Nou, wat ik nooit gezaaid heb hier, maar wel opgekomen is elk jaar. En steeds meer. Dat zijn juffertjes in het groen. Ze gaan bijna in bloei.
Nou, dan ga ik direct nog even naar de voortuin. Ja, ik ben in de voortuin. En je ziet, onze kastanjebomen zijn een beetje uitgebloeid. Er valt ook altijd heel veel grut van op de grond. Zoals je hier ziet. Prachtig bloesem, eerst wit, dan meer rozig. En uiteindelijk, dit bruine, dat lijkt een beetje hars te zijn, stukjes. Ook hier rozen natuurlijk. Duizend schone. En die besjes, die zitten er al de hele winter aan, daarachter, die rode besjes. Algemilla molles. Allemaal bekervarens. En hier gonst het ook van de bijen en de hommels. Maar die zijn nou ook uitgebloeid, de rhododendrons. Maar er komt alweer een nieuwe bloementuin aan. Het begint al op te komen. Lavendel natuurlijk. Verschillende hosta's. Dierenbarbara is een beetje aangevreten door de slakken. Maar die helemaal niet. Daar hebben we echt al veel van gegeten. Mixkap. Oh ja. Ik kom bij de vuurdoorn en ik hoor de hommels en de bijen. Doei doei.